Ja, door de week sta ik inderdaad cursussen te geven, vooral bij aannemers op locatie. En dan word je in één keer gevraagd en dan gaan ze het hebben over snorren. En als vrouw zijnde is dat het moment dat je even naar beneden loopt, de spiegel zoekt en denkt, wat heb ik gedaan dat ik hiervoor gevraagd word? Maar het viel gelukkig allemaal mee. Ze wisten gewoon van mijn enorme voorliefde van snorren. Dus ik heb al even rondgekeken. Ik zag hier en daar al wat mensen die een mooi wat sierlijk zo onder de neus hadden zitten. En dat maakt me heel gelukkig. Want al die mensen, ik heb een fijn bericht voor u. De snor is hip. Gefeliciteerd, u hoort er helemaal bij. En dat vind ik natuurlijk automatisch, maar er zijn er meer die dat vinden. Want ja, tijdschriften, kranten, je kan er eigenlijk gewoon niet omheen. Hè? Die snor, dat is dé trend. Nog beter, de snor is gelukkig weer helemaal terug. Of de comeback van die snor. Een bovenlippenborstel vind ik ook al een mooie uitspraak. En niet snoeien, maar lekker laten groeien. Of deze ook, hè? Na de baard is dan nu de snor weer helemaal hip. En ja, RTL Boulevard, op het moment dat die iets zeggen, dan moet het ook gewoon wel waar zijn. Ja, en dan die Vlinderstichting, hè. Wij zijn een beetje dol op trends. Dus ja, als trendsetters moeten wij meedoen met dingen die hip zijn. En dat brengt ons dan in één keer in het veld op zoek naar snorren. Want ja, die zien we overal vliegen. Nou ja, het is een hele ware zoektocht. Collega's die breken er hun hoofd over. Want ja, zoeken wij dan eigenlijk medewerkers met snorren? Is dat vanaf nu verplicht? Want dan moet ik maar snel even iets op gaan smeren om betere groei te gaan krijgen. Of is het iets anders? Gaan we over wat nou vlinders, libellen? We gaan lekker vogelen, we gaan op zoek naar snorren. Of zijn wij in één keer weer met een heel mooi nieuw werkveld bezig, waar in één keer termen langskomen vanuit waterschappen. En dan hoor je dingen als snorren, baarden, tenen en je denkt, waar gaat het over? Nou ja, dat laatste is natuurlijk wat wij doen, want wanneer er iets gebeurt, en we hoorden net Roy al over KRW's praten en waterkwaliteit en belang van dat er goed beheer is. Ja, daar is natuurlijk de Vlinderstichting dan ook meteen bij. En dat brengt ons dus bij de snor. En het is een prachtige term die gebruikt wordt binnen het waterbeheer. En het houdt eigenlijk in een hele bijzondere zone waar, ja, ik vermoed dat veel mensen ook geregeld te vinden zijn. Dat is deze. Het is de zone waar eigenlijk die waterlijn zit. Die prachtige dynamische overgangszone tussen water en tussen het droge deel. En van het droge taluut, waar we dan onze bekende mooie bloeiers kunnen vinden, vinden we dan in één keer een heel ander plantentype. Een plantentype van de waterminnende, wortelende planten. En dan wordt het interessant. Want ja, die plantenwereld, die zit natuurlijk heel erg aan de bodem van onze hobby, liefhebberij, passie. En dat zijn die insecten die we daar ook kunnen vinden. En die plantenwereld daar, die in die snor voorkomen, dat zijn de oeverplanten. En dan moet je een selectie maken van wat laat je nou zien. Want als je echt duikt in die wereld van die oeverplanten, dat is fantastisch. Dan kom je van alles tegen wat bloeit of niet, wat een schuilplek is, een verstopplaats is, wat juist liever met de pootjes een beetje in het water blijft staan, of degene die af en toe ook nog wel even wat droogte wil. En dat is zo'n ongelooflijk mooie wereld. Ja, de gele lissen, de meeste kennen hem denk ik wel, of echte koekoeksbloem. Ja, prachtige planten die we daar natuurlijk juist in die zone gaan terugvinden. Of de kale jonker, ook zo'n prachtige plant. Watermunt. Altijd wat te vliegen is daar, hè? Dat valt ook wel op. Water, aardbei, grote wederik, nou riet, holpijp, mooie moerassenrolklavers, moerasvergeetmenietjes. Ik kan nog eindeloos doorgaan in al die oeverplanten. En behalve dat zij zo belangrijk zijn, ook voor waterkwaliteit, hè, denk aan filterende functies, zijn ze nog belangrijker, ook voor onze fauna. En wanneer ik naar zo'n watergang kijk, dan ga ik dus snorren zien. Die mooie randen langs het water, waar hier en daar in het groeiseizoen wat bloeit. En dan ga ik daarop letten, wat zit daar nou eigenlijk? Ja,
ik moet dan wel een libel kiezen die ook zelf natuurlijk een snor heeft. Dus met mooie bloedrode heidelibellen kunnen wij al beginnen. Het is een deel waar de Vlinderstichting voor staat. Alleen al die, ja, ze zijn afhankelijk van dat water, hè? Die larven, grootste deel van hun leven zitten ze allemaal daar onder water. Gebruiken vervolgens die oeverplanten om naar boven te kunnen klimmen en daar uit te sluipen. En hun echte leven als volwassen libel daar te kunnen gaan leiden. Ja, er zit nog zoveel meer. Kleine beestjes, alles verstopt, torretjes, slakjes. Nou ja, laten we vooral niet vergeten die prachtige groep met amfibieën, van de kikkers, de padden. De padden trekken nu ook in volle gang. Allemaal hup naar die waterkant toe. Maar denk ook aan de salamanders. En hoe leuk is het wanneer zij zo'n eitje leggen, dat dat dan zo opgevouwen wordt tussen zo'n blaadje. Je ziet ze bijna niet. Of die slierten met paddeneitjes die echt zo om die waterplanten en om die oeverplanten gewikkeld kunnen worden. Het is ook een broedkamer. In die snor mooie kleine warme plekjes waar wat zon op kan schijnen. Wat schuilplekken biedt voor al die jonge diertjes die daar zitten. Maar het is natuurlijk ook een fantastische plek waar je als je heel erg goed kijkt al dat kleine grut groot kan gaan zien worden. Ja, de vogel, hè? Ze broeden er, ze eten er. Ook daar, hè, je ziet ze op allerlei vormen verstopt. Tussen oude rietkragen, hè, maken ze de nestjes, die hangen erin. Of nou ja, deze is ook altijd leuk, hè, die valt ook alweer op. En vissen. Ik heb er maar even pijltjes bij gezet, want je kan ze bijna niet zien. En dat is ook het mooie in dit soort plekken als een snor. He, er zitten stukken waar weinig stroming is tussen die planten. Kleine visjes vinden daar hun schuilplek. En ja, ook die hebben dus die snor nodig om veilig uiteindelijk groot te worden. En al dat tezamen maakt dus dat die watergang zo ongelooflijk belangrijk is. Het is die overgang voor de dieren die in het water zitten, de dieren die op het droge zitten. En allemaal verschillende soorten leefgebieden komen eigenlijk hier bij elkaar. En vergeet ook vooral niet dan die zoogdieren. He, bosrijke gebieden waar die vleermuizen over het water heen scheren op zoek naar kleine insectjes. Of al die andere dieren als kleine muisjes die aan die waterrand veilig daar of zwemmen, want dat kunnen ze ook nog best goed, of inderdaad aan vocht komen. En dan verklaart het in één keer waarom die rare collega's van de Vlinderstichting toch zo druk zijn in die bermen langs die watergangen op zoek naar die snor. Want daar zit zoveel moois. En ja, ik heb ze maar eventjes een raar brilletje erin geplakt, want dat is wel hoe wij natuurlijk altijd kijken. Ik kan niet meer normaal langs een sloot lopen. Mijn blik is altijd gericht op zitten er waterplanten en heeft die nou echt een mooie snor? Mijn bril die ik op heb is die ecologische bril. Dat is die snorrenbril inmiddels geworden. Overal is het de check. Waar is die snor? Zit daar een snor? Oftewel op zoek naar de mooiste snor aan die waterkant. En nou hoop ik dat, nou ja, eigenlijk als u straks naar huis gaat en morgen en alle dagen die er straks nog gaan komen, dat u met diezelfde bril ook naar buiten loopt als dat niet allang zo is, waar ik vanuit ga. Want overal zien wij dan snorren. Huppa, prachtige snor. Huppa, prachtige snor. En dit is een snor die een trimbeurtje heeft gehad aan één kant. Want ja, een stukje is kaal. Dat moet er ook bij, hè. Houdt wat variatie hier gaan. Hè. Of, ja, daar krijgen we die kale neten. Hè. Waar is mijn snor, hè? Die is er niet. Of weer zo'n plekje, waar is nou mijn snor? Ik heb mijn vergrootglas erbij gepakt, kon hem niet vinden. Nee. En dat is natuurlijk wel iets wanneer je met die snorrenbril gaat kijken, waar je tegenaan loopt. Die snorrenzoektocht is heel reëel. Want in Nederland zijn wij misschien niet allemaal even dol op die snor. Van oudsher hebben wij een hele bijzondere relatie met water. En die relatie is heel erg gericht op het aanvoeren en afvoeren van dat water. En daarvoor mag een watergang natuurlijk niet versperd worden met al dat plantenrotzooi. Maar is dat nou eigenlijk wel zo? Is het nou echt zo dat wij niet overal langs deze watergangen ruimte kunnen creëren waar ook die snorren lekker kunnen blijven staan?
En dat is wel hoe we als Vlinderstichting ergens naar kijken. Wij proberen die kansen in dat landschap te zien en mogelijkheden te zoeken waar we ook weer die ruimte kunnen geven voor dat stukje natuur. En dat is er. Er is in Nederland zo ongelooflijk veel aan watergang te vinden, kilometer op kilometer. En daar liggen kansen, daar liggen ongelooflijk veel kansen. Vandaar onze oproep. De Vlinderstichting die zoekt snorren. En dit willen we groots aanpakken. Wij willen die snor hip houden, hip maken en inderdaad niet altijd alles snoeien, maar lekker laten groeien. En daarom gaan wij eind mei, begin juni, ook starten met een snorrenactie. Wij willen graag aandacht voor die snor en dat willen we graag Nederland breed. We zagen eerder het project Watermonsters al langskomen, hè, waar ook gekeken werd naar waterkwaliteit. Veel door mensen uitgevoerd in de eigen achtertuin of in de buurt. Maar wat ik net liet zien, de hoeveelheid sloten die Nederland alleen al kent. Ik weet zeker dat ook u hier in de omgeving waar u woont, prachtige plekken heeft waar snorren kunnen groeien. En daarom gaan wij starten met een snorrenfotowedstrijd. Nou, de folders of de flyertjes die u hier ook op de afbeelding ziet, die kunt u vinden boven bij de steentjes. En zoek kleurkeur vooral even op en daar liggen ze. Neem ze ook vooral mee, verspreid ze lekker tussen werkgroepen, vrienden. Maak iedereen vooral enthousiast voor al die mooie snorren. Want wij willen een fotowedstrijd waarbij we snorren gaan zoeken, snorren op foto's zetten of ontbrekende snorren op foto's zetten. En zo willen we een beetje in kaart gaan brengen van, goh, hoe is het eigenlijk met Nederland gesnord? Zijn ze er? Zijn ze weg? Hoe ligt het erbij? Nou, deze mooie actie, dat is iets wat we van u gaan vragen. En dan komen er allemaal foto's binnen. En ik hoop veel moois natuurlijk te zien. En die foto's zijn voor ons ook weer erg belangrijk. Want we zetten natuurlijk niet alleen u aan het werk. Ook wij willen ons hier graag mee bemoeien. En dat doen wij bijvoorbeeld door al die mooie snorfoto's bij elkaar te pakken en te kijken, goh, hoe wordt hier eigenlijk gewerkt? Is er mooi gefaseerd? Hebben we leuke verschillende snorpatroontjes? Blijft alles staan of is er een creatieve maaimethode toegepast om dat allemaal in stand te houden? Of is het inderdaad kaal? En daar komt dan ook kleurkeur om de hoek kijken. Want ja, we zijn met kleurkeur tot op heden vooral bezig geweest met bermen en groenstroken, dijken. En inmiddels ben ik ongelooflijk blij dat waar ik ook rondrij in Nederland, dat er overal steeds meer te zien is dat er stukken ongemaaid zijn, stukken zijn blijven staan, lekker dronken rondgereden is door die trekkermachinist. En dat willen wij natuurlijk ook voor onze watergangen. En dat maakt dat wij uiteindelijk ons toepassingsgebied zijn gaan uitbreiden. En dat is officieel geworden in september 2023, toen kleurkeur blauw werd gepresenteerd. En vanaf dat moment hadden we vanuit de Vlinderstichting in samenwerking met Groenkeur een tweede gebied waar wij het keurmerk voor ecologisch beheren hebben. En in dit geval in onze watergangen. Ja, en dat ging van start en dat ging fantastisch. We hebben in december onze eerste cursus mogen geven. Daarmee zijn ook meteen de eerste certificaten uitgereikt aan de mannen die in het veld het moeten doen, de ecologen die erbij betrokken zijn, nieuwsgierige opdrachtgevers, voormannen, opzichters en iedereen die ook maar geïnteresseerd is of werkt in het beheren van die watergangen. En het mooie is dat wij dit natuurlijk ook absoluut niet alleen doen. Wij hebben hier een fantastische samenwerking in kunnen vinden met Floron vanuit de plantenhoek en Ravon, die natuurlijk mee komt kijken, ook vanuit reptielen, amfibieën, vissen. En ja, daarmee is de combinatie natuurlijk perfect geworden. Onze cursus inmiddels is zo goed gaan lopen dat we vanaf januari niet meer op ons kont hebben kunnen zitten. Het is lekker doorgaan. We zitten flink volgeboekt. Het gaat echt heel goed en dat stemt heel positief. Daar worden we blij van. Veel aannemers ook die het aangrijpen en die zichzelf verder willen specialiseren en straks met goed opgeleid personeel ecologisch watergangbeheer kunnen gaan uitvoeren. En ja, op het moment dat wij dus mooie snorrenfoto's hebben, mooie voorbeelden, kunnen wij dat natuurlijk ook gebruiken om in het veld neer te zetten hoe zouden we het graag willen. Maar ook als er heel veel snorren ontbreken, is het ook een duidelijk signaal dat er meer snorren moeten komen.
En zijn wij daar alleen in? Nee, ook daar kunt u gelukkig bij helpen. Dat is zo fijn, hè? Samen moeten we het doen. U kunt ook zorgen dat degene die de opdracht moet geven, hoe het beheer wordt uitgevoerd, misschien is dat uw waterschap, een gemeente, hè, al die mensen dat die te horen krijgen dat het er is, dat het ook anders kan. En uiteraard, wanneer de burger het belangrijk vindt, dan hopen we dat ook het beleid natuurlijk mee in te kunnen fietsen. Dus wat kunt u doen? Op onze eigen website kleurker.com, zit aan de Vlinderstichting gekoppeld, kunt u ook een voorbeeldbrief downloaden waarmee u gemeenten en waterschappen kunt oproepen om meer te gaan doen aan ecologisch beheer. En wij hopen dan ook dat we straks overal waar we gaan, met onze snorrenbril, heel erg veel moois en heel veel bloeiende oeverplanten met beestjes gaan zien. Dank u wel.